We hebben dus vanmiddag hoorzittingen georganiseerd rond de gaswet. Heel belangrijk, want het is een belangrijke wet die toch wel impact zal hebben op vooral ook de jeugd. We hebben in de commissie eigenlijk al 3 keer gevraagd om de actoren te horen, om de specialisten, de experten, magistraten te horen hierover, hun opmerkingen mee te delen. Dat is 3 keer geweigerd geweest en daarom hebben we zelf het initiatief genomen om de mensen te horen, om een forum te bieden aan al diegenen die bedenkingen hebben, suggesties hebben tot verbetering van deze wetgeving. En we mogen heel tevreden zijn. De tussenkomsten waren heel kwalitatief. Er zijn heel veel suggesties gedaan om het te verbeteren. Er zijn heel veel, toch wel fundamentele opmerkingen gemaakt van zaken die fout kunnen lopen, slechte keuzes die worden gemaakt, problemen die zullen gecreëerd worden. En dus daarmee gaan we aan de slag. Woensdagmorgen start de bespreking in de Commissie Binnenlandse Zaken en met onze analyse die we reeds hebben gemaakt en met de bijkomende opmerkingen van vanmiddag zijn we goed gewapend om woensdag het debat aan te gaan met de minister van Binnenlandse Zaken.